Zo, dat is beter. Hier Mario Maas vanuit het Mariniersmuseum Rotterdam. Kijk, het Korps Mariniers bestaat uit ruim 2500 man. Met zo'n grote groep is het natuurlijk wel handig en belangrijk om een goede en duidelijke rolverdeling te hebben. Binnen de krijgsmacht worden hiervoor rangen gebruikt. De rang van een marinier kun je herkennen aan de speciale tekens op zijn tenue. Meestal zie je die op de schouder of de mouwen. Een marinier met een hogere rang geeft leiding aan de mariniers met lagere rangen. Een rang krijg je trouwens niet zomaar. Kort gezegd begin je helemaal onderaan en kom je langzamerhand steeds in aanmerking voor een hogere rang. Eigenlijk kun je het vergelijken met iemands level. Je begint op level 1, wat voor mariniers al extra zwaar is. En vervolgens kun je, wanneer je goed je best doet, steeds een hoger level bereiken. Het is trouwens niet zo dat mariniers met een lage rang onbelangrijk zijn. Sterker nog, wanneer zij er niet zouden zijn, wordt het voor de rest erg lastig om missies uit te kunnen voeren. Oké, tot slot heb ik de museummarinier een rangenpuzzel bedacht. Het doel is simpel. Verplaats de toren blok voor blok richting de laatste pilaar. Maar let op, een museummarinier met een lage rang mag nooit op een museummarinier met een hoge rang geplaatst worden. Kortom, een groot blok mag nooit op een klein blok. Wacht, ik doe het even voor. Deze hier, dan deze en dan... Dit is nog best lastig. Oké, ik geef het op. Kan jij de puzzel wel oplossen? Kom dan naar het museum.